Gaëtan Angelo, we zijn hier vandaag in Waregem. Jullie spelen met Sulte Waregem de laatste voorbereidingswedstrijd voor de competitie in de vernieuwde Super League. Het was een sterke tegenstander, Rijssel, maar jullie hebben het er goed vanaf gebracht en vandaag? Ja, globaal zijn we tevreden over de wedstrijd. Tegen echt wel een goede tegenstander die met een volledige nakern hier was. Je weet ook tegen Lille veel ervaring, een paar prospeelsters en dergelijke. En met ons jong team, met de nodige afwezigen die we nog altijd hebben, hebben we toch wel goed onze plan getrokken. En de tactische richtlijnen en zaken hebben ze fantastisch opgepakt. Dus alle krediets naar mijn team toe. Ja, jullie komen op voorsprong twee keer met Esther Bouaba, die zij komt terug. Aan de rust 2-2, dan prachtige goalvrije trap van Anne-Lore Scherres. En dan uiteindelijk 3-3. Al bij al denk ik het juiste resultaat. Ja, we kunnen ons daar wel tevreden mee stellen ook. Jammer dat we dat wel in de laatste minuut krijgen dan tegen doelpunt. Ik heb ook gezegd tegen de groep van kijk, ja, dat zijn dingen in de competitie dat je niet meer mag meemaken en dat we ook niet meer gaan meemaken. Want het is ook een klein beetje nog altijd het juiste enthousiasme. Soms moet je leren de wedstrijd op slot te gaan houden door goed in positie te staan in plaats van blind op die bal te gaan vliegen. Maar we zijn stappen aan het zetten in de goede richting en alles verloopt nog niet altijd van een leien dakje. Maar we kunnen wel zien vandaag dat we wel klaar zijn voor de komende weken. Ja, dit was een goede leerschool vandaag, deze wedstrijd, denk ik, vlak voor die competitie ook. Ja, dat was de bedoeling ook. We hebben een paar mindere tegenstanders gehad en iedereen zag ook, Zulte Waregem groot uitslagen en dergelijke. Ik ga me daar niet op gaan focussen. Vandaag was een referentiewedstrijd. Hoe ga je in balbezit gaan spelen? Hoe ga je in balverliezen attitude gaan tonen? We hebben vandaag de goede attitude gebracht. We hebben nog een week tijd om te gaan fine-tunen wat er vandaag even beter kon, niet slecht was. Maar ik denk wel dat de groep mee wil in het verhaal en enorm leergierig is. Dus dat maakt als staf, samen met mijn T2-team Kamelbeek, wel leuk om te werken ook met dat team. Ja, en jullie beginnen volgende week in Brussel tegen White Star Woluwe. Jullie komen alle twee van die eerste klasse van vorig jaar, dus het wordt voor alle twee iets nieuws, hè? Ja, en het voordeel is ook, we kennen elkaar ook al een klein beetje. Dus ik denk dat dat een wedstrijd zal zijn ook die 90 minuten keihard moeten gewerkt worden en details die wedstrijd zullen beslissen. Woluwe, enorm veel respect, goede tegenstander, goede coach ook. Maar we kijken enkel naar onszelf en we zouden graag volgende week met de 3 punten terugkomen hier naar Waregem om een goede start door te maken. Moesten we dat kunnen doen, denk ik wel dat we met veel vertrouwen tegen Anderlecht kunnen spelen. Inderdaad, tegen het grote Anderlecht. Dus is het wel belangrijk en zou het mooi zijn moesten we daar met een 3-op-3 beginnen. Ja, en dan, wat is de doelstelling voor jullie in die vernieuwde Super League? Want jullie komen van eerste klasse. Waar willen jullie zo eindigen of wat is de doelstelling? Goh, een plaats zouden we nog niet echt willen zeggen. Het belangrijkste is dat we week per week gaan bekijken. We weten ook met onze jeugdigheid dat we misschien wel steken gaan laten vallen. Maar als je ziet, Jana Corijn die nog moet terugkeren uit blessure. Corina Luijks, Pauline Wendels die al goed mee aan het trainen is. Dus er komt wel ervaring bij. En het is ook zaak om inderdaad die ervaring te gebruiken op en naast het veld. Iedere wedstrijd moet je aan gaan om te winnen, 100% gelijk tegen welke een tegenstander. En oké, op het einde van de rit kun je gaan met punten los alleen naar huis gaan. Maar het zijn jonge speelsters en ze moeten een paar minuten maken om zichzelf te ontwikkelen. En dat zal maar vallen en opstaan zijn. Maar ik denk wel op het einde van de rit dat we er zullen staan. En oké, we hebben wel een kleine ambitie. Dus ik denk wel dat we gaan proberen om die ambitie waar te maken ook. Oké, ik dank je en ik wens je veel succes in het nieuwe seizoen. Dank u vriendelijk.